Nee, ik krijg daar nooit zin in. Jawel. Ik kijk daar natuurlijk wel. Zijn kwaliteit is ongelooflijk slecht over het algemeen. Maar dat valt allemaal mee. Nee, dat valt niet mee. Het ligt eraan welk liedje je opzet. Nee, echt niet. Echt niet. Er is geen bal aan. Of de Rotterdammers het nou willen of niet, het Songfestival drukt dit jaar een stempel op een stad. En los van alle poespas gaat het maar om één ding. Welk land pakt de winst? Met kliks en views proberen boekmakers al ver van tevoren de winnaar te achterhalen. Maar de enige mening die dit jaar echt telt, is die van de Rotterdammer. Aangezien zij ook het recht krijgen van mij om hun stempel op het Songfestival te drukken dit jaar. Ik ga op zoek naar de boekmakers van Rotterdam. Moet ze alleen nog even zien te vinden. Nee, het gaat over het Songfestival. Oh. Het Songfestival. Oh, ja. Hoi, hoi. Volg jij de boekmakers ook een beetje? Kijk dan het wel naar. Ik laat me er wel door stemmen, zeg maar. Maar uiteindelijk kunnen ze er ook wel totaal naast zitten. Het is toevallig nu al een paar keer achter elkaar gebeurd dat het wel goed is gegaan. Mm. Maar het wil niet altijd zeggen dat het goed is. Eigenlijk kunnen wij dat misschien veel beter, hè? Als we echt kenner zijn, ja, kunnen we dat beter, denk je, dat de boekmakers gaan doen. Maar weet je, de boekmakers kijken naar views. Die kijken eigenlijk overal naartoe. En daar baseren zij, zeg maar, de mening op. Ja, waar baseer jij je mening op? Of iets goed of iets slecht is. Ja. Als er zo'n festival is, kijk ik altijd. Ik hou er wel van, hoor. En de gezelligheid in de stad. Oh, toch? Best wel, ja hoor. Dat is nou eenmaal zo. We hebben gewonnen, dus ja. We moeten de consequenties aanvaarden. Dag meneer. Mag ik u wat vragen? Altijd. Het gaat over het Songfestival. En ik zag hier allerlei outfits. En ik dacht toch wel, outfits, Songfestival. U weet daar dan vast al wat een en ander over. Nee hoor, ik wil er ook helemaal niks over weten. Oh, wat dan? Nee, nou, het interesseert mij helemaal niet. Dat Songfestival, nee? Stom is aan het Songfestival dat het zo super lang duurt. Echt, ik val altijd te slaap. Ja. Als het gewoon een beetje samengevat kon zijn, dan zou ik dat eerder kijken, denk ik. Toch wel? Ja, gewoon de uitslag. Klaar. Ja. Ik vind dingen wel van belang als het een emancipatoire karakter ook heeft. En dat heeft het op sommige punten. Emma. Ja, ik sta hier dus nu... Wortelboer. Ja, dat klopt. Ja, zeker. En ik sta hier nu om mensen te vinden die je mening willen geven over het Songfestival. Oh, nou, ik heb er niet zoveel mee. En wat vinden jullie hiervan? What the fuck is dat? Het is de winnaar van het Songfestival. Nee, doe maar niet. Man. Nee, doe maar niet? Oké, okay, nee. Oké, okay. Conchita Wurst wordt niet gewaardeerd. Helaas. Had u verwacht dat deze dame het ging worden? Nee. Want? Nou ja, te bijzonder, zeg maar. Ik kijk al wie er wint, maar ik kijk niet al die performance. Je maakt geen lijstjes. Ik hoop wel dat er niet weer zo'n vrouw is met zo'n jurk die dan, zeg maar, omhoog gaat, weet je wel. Zo'n soort podiumjurk. Dat is echt te veel gedaan. Of deze vrouw. Oh ja. Nee, dat vond ik wel top, hoor. Ja? Dat vond ik wel top, ja. Wat vond je te top aan? Nou, gewoon omdat ze in protest ging tegen de gendernorms en zo. Dat vond ik wel mooi. Is dit echt? Ik vind het heel eng. Oh. Nee, is het niet echt. Nee. Ik ben op zoek naar mensen die hun mening willen geven, wat die dan ook maar is, over het Songfestival. Ja, nou ja, mijn mening is dat het liever niet hier gehouden zou moeten worden. Ja. En dat wij daar als stad ons verre van zouden moeten houden. Alleen drukte, afgezette straten, last. Maar u kunt er plezier voor terugkrijgen als u ervoor open staat. Nou, ik zou sowieso nooit naar zo'n Songfestival toe gaan. Nee, natuurlijk dat lijkt niet. Me nou echt hilarisch als wij met z'n tweeën naar dat Songfestival zouden gaan. Nee, voor geen goud. Hoezo niet? Daar krijg je me voor geen goud naar binnen. Ah, maar mag ik ook niet de inzendingen met u bekijken? De liedjes. 41 liedjes doen ermee, hè? Dat is toch verschrikkelijk? 41. Dat red je toch niet? We dat kunnen toch... Nee, maar nu gaan we pessimistisch worden. Maar ik denk, als wij met z'n tweeën 41 liedjes gaan kijken, dat u zin krijgt in het Songfestival. Dat ik in slaap val. Nee, ik krijg daar nooit zin in. Jawel. Ik kijk daar natuurlijk wel. De kwaliteit is ongelooflijk slecht over het algemeen. Maar dat valt allemaal mee. Nee, dat valt niet mee. Het ligt eraan welk liedje je opzet. Nee, echt niet. Echt niet. Er is geen bal aan. Nee, ik ben 0,3% minder van het Songfestival gaan houden tijdens dit gesprek. Ja, u heeft een goede invloed. Mag ik uw nummer? Ik ga u gewoon bellen, hoor. Ik ga gewoon bij u thuis op de bank het Songfestival kijken. Nee, ja, dat ga jij niet. Wel. Ja, sowieso wel. Bij mij thuis komt het Songfestival niet op de tv. Nee, dat gaan we nog wel zien, Gerard. Ik zie je volgende week.